En Tom Egbers kan niet meer op televisie. Dat is wat jij nu zegt. Dat is, kan niet. Maar volgens Amerikaanse of volgens Nederlandse standaard dan nu? Allebei. Ja? Amerikaanse standaard. Lijkt me voor hemzelf ook niet prettig om nou komende zondag de samenvattingen te gaan doen. Tuurlijk is dat niet prettig. Nee, ik zou ook eventjes pas op de plaats maken. Maar dat meisje dat wilde hem als mentor, want hij was Mr. Studio Sport. Hij was de grote ster. Maar hij doet niet anders dan de autocue voorlezen. Waarom dat meisje hem dan de grote ster voelt? Hij heeft nog nooit wat uit zijn hoofd kunnen vertellen. Ja. Ja, we hebben allemaal onze voorkeur natuurlijk. Ja. Nee, je kan er van alles over zeggen, maar dus, ik denk de man heeft het al moeilijk genoeg. Waar is dat meisje gebleven? Ja, die is vertrokken en die schrijft nu, die heeft een mailtje nog gestuurd dat ze dat de beste keuze uit haar carrière is geweest. Maar die welk meisje hebben we nou? Dit is het meisje waar die relatie mee had, maar je bedoelt die dat meisje die bedoelt. Die heeft nog een tijdje bij Ziggo gewerkt. Met Jack, notabene. Met Jack. Ja, en dat ging prima. Ja. Tenminste, dat zegt Jack. Ja, die hebben toch samengewerkt? Het wordt iets anders als jij zegt. Dat zegt Jack. Ja, ik heb Aisha niet gesproken. Nee. Nee. Overigens, ik heb nooit. Ik werk ook best wel veel met Jack. Nooit eens gemerkt. Altijd correct. Ja, maar jij kan wel goed van je afbijten. Dat is natuurlijk ook nee, belangrijk. Nee, maar daarom begon ik de uitzending met. Ik ben misschien geen graadmeter, want het zou mij niet raken. Nee. Maar dat zegt niks. Zegt helemaal niks, want als een ander dat wel raakt, Nou, zo is het. Maar jij bent ook iemand dat als je in een kwartier bij me in de auto zit... Mm-hmm. En hij zit al een kwartier te vertellen over wie die geneukt hebt... dan zeg je, geen vriend, heb je nog andere verhalen? Ja, dat zou ik zeker zeggen. Of ik zou doorvragen. Heb je nog iets anders, weet je wel? Of gaan we hiermee doordelen?